Dat er nu al zelf erg dat we zo van ze houden. Dat is een... Van papa Luxie. Ja, is wel een beetje vies. Wat heb je met papa gedaan? Tada, het bord. En dan even een... Ja, was het leuk? Oh, ik taas voor jullie al online. Het is bizar om gewoon even zo allemaal vragen dan. Leuk, schatje. Groetjes op zeg ik wel poep. Gaat de goede kant op. Nee, niet op de kerstbal. Roofjes, 1, 2, een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's. Waar zijn jullie morgen? Jawel. Hey, het is maandagochtend. We zitten al ons heerlijk ontbijten. Jullie gaan, Luan zit weer lekker naar school. Ja. Luxie gaat met papa mee. En mama gaat oktober 2019 uit voor de Bellinga-movie, hè? Ja, dus, kindjes, heel veel plezier op school. Tot vanmiddag, hè? En mama, veel erg plezier, hè? En Luan en Lucilla laten boezelen. Pepje even uit. Nou, Luan, zullen we geven jullie Luxie een kusje? Ja. Zeg maar, veel plezier met papa. Nou, Luxie, wij hebben Luan en Lucilla leuk naar school gebracht. Ga je met papa mee? Ik wou met Luxie naar de kinderboerderij gaan, waar ik met Luan en Lucilla al tegen. Is ze slaap al van? Zo, Luxie is weer wakker. En die zwaait de auto dag. Zeg maar, dag auto. Dat straks, kijk, we zijn hier, Luxie. Dus ik hoop dat ze wakker zijn, maar ja, hier fietste mama altijd op haar fiets naar haar winkel toe. Ja, toen woonde papa en mama daar, op zo'n leuke terraswoning. En daar is Luan geboren en Lucilla. Dat noemden we ook al ons vogelnestje. Moet je even terugkijken naar de vlogs van 2012, 13, zie je ons op een knusse terraswoning. Zo, en Luxie wil natuurlijk zelf lopen. Papa's handen. Goed lopen. Wat zei je net? Wat hoor je daar? Daar is familie Gans. Waar is Gans? Waar zijn de gansjes? Daar, hè? Daar zijn de gansjes. Dag, familie Gans. Zeg maar goeiemorgen, mevrouw Schaap. Luxie, wat zegt schaapje? Schaapje, schaapje, heb je witte wol. Zo. Oeh, Luxie. Nou, zie ik op de schommel. Hier zaten Luan en Lucilla ook altijd op. Papa zachtjes duwen? Voorzichtig, hè? Oeh, zachtjes. Ja, hier zaten Luan en Lucilla vroeger ook op. Ja, dat zijn de varkentjes. Willem en Kees. Luan en Lucilla konden oneindig lang aaien bij de kavia's en de konijntjes. Oh, een heel groot konijn. Goedemorgen, familiebok. Goedemorgen, mooie bokjes. Hebben jullie lekker geslapen? Ja hoor, wij hebben heerlijk geslapen in Bellinga's. Leuk. Luxie Bellinga's goed bakken maken. Zo, Luxie is er wat moe van geworden. Was het leuk? Ga je zwaaien? Hebben dag kinderboerderij. Dag. Luxie vond het leuk. Gaan we even lekker opwarmen met een kopje thee bij opa en oma? Ja. Zo Luxie, kijk, daar achter ons daar wonen opa en oma. Maar tegenover hun huis zit, ja, heel handig, de supermarkt. Gaan we hier even een broodje open met boterhammenworst, hè? Ja. Want die was papa vergeten. Kijk Luxie, hier past het wel, hè? Dus zo. Mag jij rijden? Neem maar mee, kleintje. Wat zo. Boop. Kijk, Luxie. Ja, goed zo. Broodje 1 en... Kijk eens, doe deze maar. Tijgerbroodje. 2. Tippie. Zo. Moeten we nog even de boterhammenworst, hè? Boom. Waar ligt de boterhammenworst? Een andere supermarkt, hè? Dan heb je een andere route. Dat was wel leuk. Hey, weet je wat er leuk te vertellen is, Luxie? Deze supermarkt heeft nog dezelfde tegeltjes die papa ook vroeger opliep toen ik zo klein was als jou. Want dan liep ik hier met mijn mama, mijn oma en opa. Het zijn nog dezelfde tegeltjes. Nou kijk, hier moet de boterhammenworst liggen. Hè? Zie je dat? Nee, dat is kipfilet. Boterhammenworst. Of volgens mij een schapje verder. Ja, kipfilet is wel goed. Kom je weer duwen? Nee, eentje is goed. Kom maar, Lux. Nee, eentje. Eentje. Ja. Oh, wat doe je dat goed. Wat doe je dat goed. Grote meid. Luxie, wat is dat? Dat is toch geen boterhammenworst? Dat is te groot voor mijn boterham. Ik kan de boterhammenworst niet vinden, Lux. Als je het vraagt, kijk. Ik keek er zo overheen. Lekkere boterhammenworst. Doe je die er ook in, Luxie? Doe maar in het bandje. Toppie. Op naar de kassa. Kijk, mama zei, je was de croissantjes vergeten. Doe die er ook in? Doe maar in het mandje. Ja, en die.
Nou, op naar de kassa. Daag. Luxie, inderdaad. De druifjes die gaan de bal al zo snel door. Die maar in de bak. Zet maar het mandje. Zo. En ook nog rode druifjes. Doe die in het mandje. Doe dat maar. Ja. Oekiedoe. Kunnen we nou naar de kassa? Nou, we hebben volgens mij wel meer dan genoeg voor deze week. Papa had alles al gehaald. Hè? Omdat we gisteren visite kregen. Ja. Papa de boodschapjes op zaterdagavond gedaan. Voordat ik naar de kerk ging. Of was ik dit vergeten? Zo. Hey Luxie, en we nemen deze mee. Een mooi bosje rozen voor opa en oma. En een mooi bosje rozen voor mama. Kom maar, leggen we die eerst bij de kast hier van de band. Ja, goed zo. Die is wel even mooi, hè? Die voor oma. En deze voor mama. Zo, Luxie, wil jij binnen? Ja. Oh, hier ben ik, Assa. Okido, Luxie. Ga eens kijken. Ga je een opa en oma brengen? Mooi bosje rozen. Dat we zo van ze houden. Dat zal ze mooi vinden, denk ik. Ja. Op naar opa en oma. Ja, gaan we naar opa en oma huis. Daar, daar. Zo maar, kijk. Daar. Zie je oma zwaaien voor het raam. Goedemorgen, oma. We hebben een mooi bosje rozen. Mooi, de prijs die staat er dik op. Ja. Mooi, hoor. Alsjeblieft. En weer een vertrouwde speelhoekje van opa en oma. Oh, wil je een bolletje voor oma? Lekker bolletje? Ja, oh, ze knikt, ja. Dat is lekker. Kom maar kijken. Oh, een bolletje eten. Lekker bolletje. Een kussentje onder de wips. Kun je dat goed, hè? Bolletje met kaas. Bolletje kaas. Ja. Lekker, hè? Nou, gezellig. Een bolletje kaas bij oma eten. Opa is alweer weg naar de ijsbaan. Want we gaan voor het goede doel dit jaar helpen. Met al het speelgoed waar wij niet meer mee spelen. Dan geef ik de ijsbaan kraan. Kraan. Ja, dat is ja. Lekker bolletje kaas. Oh, lekker hoor. Zeg beheren zeggen deze spijzen. Ja, het is een dolfijn. Ja, een dolfijn. En dat is een haai. Baby shark. En dat is een albatros. Ja, albatros. En dat is een nieuw. Zo, ik zie mama is klaar met de Bellingham movie. Ja, die hadden we gezien. Die wel had opgevraagd. Kusje aan oma. Dag oma. Oma, kusje. Nou, bedankt voor het kopje thee en een bolletje kaas en het snoepje. Ja, papakje. Doeg. We zijn weer. We hebben wat meegenomen, mama. Hallo, lieve mama. We hebben wat meegenomen. Wat heb je meegenomen? Een mooie bosje. Heb je een bloemetje? Roosjes. Oh, wat lief. Oh, wat mooi. Van papa en Luxie. Dankjewel, liefie. Oh, dat we zo van je houden. Ja, wat je leuk gaat, hè? Oma en opa. Ja, leuk gaat, hè? En met de knippen eraan geweest? Ja, hele leuke dingen. Gaan we eens in het water zetten. Ik pak de spulletjes uit de auto. Nu ben ik dus heel gevaarlijk weer aan het doen. Ik ben op zoek naar een vaas. Ja, dat is goed. Oh, en hier moet ergens... Hier bovenop moet een vaas staan. Oeh, hij is wel een beetje vies. Papa, kan je even aanpakken? Oh, voordat ik hier afval. Oh nee, voordat ik blijf staan moet ik zeggen. Doe eens even. Alsjeblieft. Ja, ik laat links uit. Ik zet even de container aan de weg. Ja, dat is goed. Maar ik had je gezegd waarom ik je die roosje heb gegeven. Waarom dan? Omdat ik zo ontzettend veel van je. Ah. Slijm. Moet je wat hebben, hè? Heb lang je wat geleden, nodig? Zie je? Ja, die moet ik even goed zetten. Nou, ja, laat onder de telefoon. Ja, dat is goed. Ik heb in ieder geval de jaarmovie geëdit. Oktober. Oktober heb ik je net helemaal afgeëdit. Dus even kijken waar ik hem heb. Bellinga jaarmovie oktober. Die heb ik net helemaal klaar afgeëdit. Dus mama, die kan weer met Luxie spelen, schatje. Ja, was papa even met jou erop uit geweest? Dat mama even lekker kon editen. Ja, hè? Schatje toch, kom hier met mama. Oh. En als jullie denken, Farah, heb je nou weer die kersttrui aan? Tja, je kunt de trui maar een paar dagen per kerst aan hebben. Kom hier. Dus ik neem het er nog even lekker van. Ik kan hem nog eventjes aan. Als het kerst is geweest, dan kan ik hem niet meer aan. Was het leuk bij oma en opa? Wat heb je met papa gedaan? Ben je bij de schaapjes geweest? Nee, ik vind jouw trui veel leuker. Poppetje. Eerst even knuffelen. Oh. Eerst even knuffelen met Luxe.
Oh, die. Nou, even die. Eerst eventjes die vaas schoonmaken. Die ziet er niet meer heel erg schoon uit. Zo, een beetje van het spul erin. Tada, het bordje is klaar. Zet hem op het tafeltje neer. We hebben een hele lieve doos binnengekregen. Dus waarschijnlijk is dit fanmail van papa. Ja. Ja. Normaal gesproken pakken we fanmail. Zegt Luxie van cadeau. Normaal gesproken pakken we fanmail uit in een grote fanmail video. En besparen we alles op, zeg maar. Maar dit ziet er heel erg kerstgerelateerd uit. En voordat kerst afgelopen is, dacht ik misschien wel leuk om dit nu heel eventjes een beetje open te maken. Voordat straks geen kerst meer is. En we niks meer aan de kerstdingetjes hebben. Want er zitten heel leuke dingetjes in, Luxie. Er zitten cadeautjes in. En er zit een heel mooi groot kerstkleed in. Dus dankjewel. En er zitten aftelkalenders in, volgens mij. Kijk eens, Luxie. Ontzettend lief voor degene die dit heeft gestuurd. Dankjewel. Echt super lief. Ja. Kijk. Wauw. Dat zijn aftelkalenders tot kerst. Leuk. Ja, voor ons is het nog geen kerst. Voor jullie is het natuurlijk al wel kerst geweest. Nee. Maar voor ons is het nog geen... Oh, kijk dan. De unicorn. Super lief. En nog meer. Wat zit hier nog meer allemaal in? Kijk dan. Gewoon... Oeh. Echt breekbare ballen. Kijk dan weer in de kerstboom, Luxie. Die moet je heel voorzichtig pakken, hoor. Die kan kapot, schatje. Dat is een echte kerstbal. Voor in de boom. Wow. Goed, dan raak je. Dat is mooi, hè? Kijk, die hangt er mooi, hè? Dat is mooi, mama. Nou, dankjewel voor je mooie kerstspulletjes. Ja, super lief. Het komt nog op van pas. Ja. We moeten nog kerst gaan vieren. Wil je het cadeautje uitpakken, Luxie? Wat zou daarin zitten? Zo. Kerst eenhoorn. Oh, kijk. Hier zat op. Slijm. Middagje met Lucille. Wat zit daarin? Ja, Luan en Lucilla zitten nu natuurlijk op school. Het is nog geen kerstvakantie voor ons. Dat is een speelballetje voor Luan, denk ik. Een softball en een lightball. Oh, kijk eens. Is dat chocola? Eens kijken, mama. Oeh, dat is lekker. Ja, mag jij eten? Lekker, hè? Heel lief. Dankjewel. Lekker chocolaatje stoppen. Ik ga met Woesel en Pip. Nu wil een zin ophalen. Vraag eens even Luxie boven aan het bos voeden. Even zijn slaap proberen te krijgen. Gaan wij nu een zin op? Ja, kom. Nou, ik vind ze altijd leuk, hè? Halen wij nu een zin op? Dat vinden ze altijd leuk. Deze hebben we mooi hier gezet. Die hebben we van onze vrienden gisteren gekregen. Die op visite waren. Dus die staat hier prachtig. Zo. Nou, slokje drinken. En dan de auto. Ik ben een klein beetje te vroeg. Kijk, daar is Pipje. Pipje zit in een luxe stoeltje. En we zitten hier. Ik moet nog even knuffelen. En daar zijn we weer. Hallo. Hallo. Was het leuk op school? Ja, mooie tandjes nou. We gaan nu even naar mama boven. Want ze hebben, ja, ze hebben een beetje moe met Luxie. Dus ze staat even lekker op de zolder. Luxie de uitrusten. En ja, hier is mama. Hey. Hey, mam. Hey, lieve kindje. Ah, hoe was het op school? Leuk. Ah, ja, was het leuk? Ach, kusje. Mama, wat ben jij lief. Ach, ben ik lief. Kom hier. Kijk. Wat heb, ja, die heb je van fans gekregen. Ik heb die van fans gekregen. Oh, ik dacht dat je dat kusje had gevonden. Die heeft Luxie voor jullie uitgepakt. Nee, echt? Ja. Ja, ik was echt heel even in bed geploft, want ik had ontzettende migraineaanval weer. Ik heb de hele ochtend weer geëdit van een jaarmovie van oktober. Misschien dat het daar komt dat het niet goed voor je ogen is. Ja, ik denk vooral ook dat het komt door de drukte en alles. En, oh, Luxie. Dus Daniel zei van ga even met Luxie op bed liggen en ga even uitrusten. Ik haal zo even de kinderen van school en doe hem even rustig aan vandaag. En dat is wat ik vandaag doe, jongens. En ik weet niet of ik heel veel gevlogd heb vandaag. Daniel is natuurlijk vanochtend weg geweest met Luxie. Die heeft bij oma wezen spelen.
Dus ik weet niet wat hij heeft gefilmd. Dat zie ik vanavond in het editen wel. Maar hij zei dat het hartstikke leuk was. Dus nou, dat is gelukkig wel... Hij heeft ze gelukkig wel wat leuks gedaan vandaag. Maar goed, ik heb de hele ochtend weer geëdit aan de jaarmovie. En de jaarmovie staat voor jullie al online. Want het is al kerst geweest. En we wilden hem 1 dag voor eerste kerstdag online zetten. Dus als je benieuwd bent naar wat ik allemaal aan het doen ben achter de schermen. Kijk even de jaarmovie terug. Kijk even op ons kanaal. Jaarmovie 2019. Daar kun je maar helemaal kijken. Kijk in mijn etappes. Want er is echt uren. Volgens mij is het wel per maand 1/2 uur. Dus ga maar na. Het is 12 maanden. Dus echt een heel lang video. Maar oh jongens, wat... maakt het me weer ontzettend bewust en dankbaar van alles wat we hebben meegemaakt afgelopen jaar. Het is echt te bizar om gewoon even zo op te noemen. Het is echt, ieder jaar wordt het meer en meer en meer wat we allemaal meemaken. Ook met de kinderen en ze groeien zo hard. En oh, al die momenten willen we graag vastleggen. En al die momenten wil ik ook bewaren in de jaarmovie. Dus vandaar dat de jaarmovie zo ontzettend lang wordt. Maar je kunt hem gewoon lekker in etappes terugkijken. Ik hoop dat jullie er ook van genieten. Want ik geniet er wel heel erg van als ik aan het editen ben. Maar het is zoveel werk. Dus echt heel veel werk. En ik heb nu nog... want deze vlogs lopen achter. Het is nu... Wat is het vandaag? Ik weet niet eens hoeveel ze is. Maar ik heb maar nog maar een paar dagen voordat de video van de jaarmovie online komt. En ik moet nog november en december. Ik moet nog 2 maanden editen. Het is ongeveer 2,5 uur per maand. Dus ik moet nog 5 uur extra editen naast de dagelijkse vlogs. Dat is trouwens ook de reden waarom op de kinderkanalen nog even niet echt heel veel geüpload is. Na alle Sinterklaas gebeuren. Omdat ik gewoon simpelweg geen tijd heb om extra video's nog te maken voor de kinderkanalen. Omdat ik gewoon druk ben met het kanaal, met dit kanaal. En natuurlijk met de jaarmovie die super veel tijd in beslag neemt. Dus dat is even de reden jongens. Wellicht het nieuwe jaar dat ik weer wat nieuwe video's weer met de kinderen ga maken. Misschien het eind van dit jaar nog wat in het oude jaar. Ik weet het niet. Maar op dit moment gaat het me allemaal even, is het gewoon me allemaal even te veel. En zegt mijn hoofd echt even, Farah, doe het rustig aan. Ik heb deze onder de kleed gevonden. Oh, wat goed van je. Die is van die kassa, hè? Ja. Die waren we kwijt. Dus jongens, dat is even de reden dat ik met Luxie op bed ben gaan liggen. En Daniel was het even... Met het zonnetje van mijn week. Oh ja, Luan was vandaag het zonnetje van... Heb je dat verteld? Ja. Luan was vandaag het zonnetje van de week. En dat betekent op school dat hij zijn dat hij speelgoedjes mag meenemen. 5 speelgoedjes. En dat hij de hele week, iedere dag, iets mag vertellen van een speelgoedje wat hij heeft meegenomen. Ja. En vandaag had hij... deze box meegenomen. En mama zei al van, ja, je mag hem wel meenemen, maar dan moet je hem wel op dezelfde dag meteen mee terugnemen. In principe houden ze het speelgoed de hele week daar. Maar om nou zijn box, best wel kostbare box, op school te laten liggen, voor mama toch iets minder plan. Dus vandaag heeft deze een box laten zien die hij van Sinterklaas heeft gekregen. En wat vonden ze ervan, jongen? Wat heb je allemaal verteld? En het is trouwens heel leuk, dat wil ik even vertellen. Het is een superleuk idee van de juffrouw. Want iedere keer is dus een ander kind van de klas het zonnetje van de week. En dan mogen ze 5 speelgoedjes meenemen waarin ze wat mogen vertellen. Iedere dag van een ander speelgoedje. En krijgen jullie complimentjes, hè? Dus je klasgenootjes... En vragen. En vragen. Dus ze mogen je vragen stellen en complimentjes geven. En dan ben ik echt heel benieuwd, jongen. Wat gingen ze jou allemaal vragen dan? Wat is eigenlijk een bas? Dat vroeg Jelte. Een bas. Een bas. Over en toen je box, liet ik dat laten zien. Ja. Nou, een bas is niet alleen maar een liedje. Sommige nummers hebben ook een beat. Oh. Ja. En daar maakt het nummer gezelliger bij. Ja, doem, 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 doem. Ja, dat is de bas van een liedje. Ah, ik ben wel heel erg benieuwd wat voor complimentjes ze jou dan gaven. Een mooie box, een mooie broek, mooie trui, mooie schoenen. Echt wel heel veel, lieve. Echt waar? Ja. En wat kan je goed met kinderen omgaan? Zeiden ze dat? Ja. Waaraan hadden ze dat afgezien dan? Oh, soms kijken ze naar mij hoe ik speel of hoe ik werk en dan kunnen ze dat in de zien. Klas? Ja. Schappig, leuk jongen. Wat heb je nog meer allemaal meegenomen naar school? Een box, haal ik vandaag. Ja. Een discopak. Je discopak. Mijn fotocamera. Polaroid fotoboekje. Ja. Mijn boekje waar ik vaak lees. Leesboekje. Daar laat ik daar een klein stuk van horen. Ja. Een kooi van Sammy waar ik dan vaak in doe. Klein meeneemkoortje van Sammy. Als ik even de grote kooi ga verschoonen, doe ik hem vaak daar even in. Ja. En dat was het. Siel is heel op de achtergrond. Leuk, schatje. Hey Siel, hoe was het bij jou op school? Leuk. Ja? Ja, wat heb je allemaal gedaan op school? Ja, hoe was het vandaag op school? Leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Eerst
ga ik binnen naar... Nee, eerst ging ik in de kring natuurlijk. Want in de kring? Ja, eerst altijd eigenlijk altijd in de kring begin. Nou, en toen gingen wij bidden en toen... Bidden? Ja, ja. Gewoon de handen vroeg in het verhaaltje. En toen hadden we kwebbel. Weet je wat kwebbel? Kwebbel is papegaai. Een papegaai. Ja, en bij kwebbel is boekje lezen. Ging je een boekje lezen met Pebble? Ja, en Stippy is een reken... Stippy is een reken. Ja, maar dat hadden we niet vandaag gedaan. Oké. Pebble was vandaag. En wel Knippel en ook Stippy, maar... aan de andere kant weer. En toen gingen wij heel kort buiten spelen. Oké. Okay. Ja, was het niet koud buiten? Nee, een beetje. Een beetje. Ja. Heb je met de fietsjes gespeeld? Nee, want we mogen niet van je met de fietsjes, want het is heel kort buiten gespeeld. Oh, wat heb je dan gedaan? Touwtjes springen? Nee, ook geen touwtje. Gewoon met jezelf spelen. Met jezelf spelen? Weet je wat we hadden gespeeld met Sophie? Met Sophie, Sophie was een veluntje en ik was de moederpaard. Oh, een veulentje en een moederpaard. Heb je paardje gespeeld met je vriendin? Ja. Wat leuk, wat een leuk idee. Oké, en wat nog meer? En toen gingen we spelen werken en toen was ik met de vier op een rij, weet je wel? Vier op een rij? Ja, voor die eerste vier op een rij, die heb ik gewonnen. Oh ja, dat kan ik wel. En daar heb je groen of roze. Oh ja, en jou had je gewonnen? Sophie en ik gelijk. Had je gelijk gespeeld? Ja. Oh, dat is altijd fijn. Au, Luxie, je bijt op mijn sok. Nou, blij om hier allemaal lekker samen te zijn. Ja, hij was nog helemaal niet klaar. Oh, je was nog niet klaar. Oké. Okay. En toen gingen we... En toen gingen we Stippy doen. En toen met Stippy rekenen? Ja. Oké. Okay. En en toen? En toen had juf Timmik had ook een kind die bij de jagers. Dus ja? Ze had vijf kinderen, nee, 10 kinderen uitgekozen. Ja. En moeten tien hoedjes op zijn hoofd. Ja. 10 hoedjes op zijn hoofd voor hebben. Ja. 10 bekertjes. 10 ja. Potjes. Ja. En 10, zo weet je wel. Fluitjes. Zo, dan gaat dat ding zo. Zo'n verjaardagsfluitje. Ja, en blijft. Leuk. Dus je had ook een beetje feest op school. Nee, maar niet. Kom ze niet op school en op ballonnen. En ballonnen. En natuurlijk vlag. Nou, fijn dat je er weer bent. Mama voelt zich meteen weer beter nu jullie thuis zijn. En mama, weet je, het was nog een lange dag hoor. Ik ben nog niet klaar. Oh, je bent nog niet klaar. Het was een lange dag. Dus ik hoop dat jullie het nog even hebben, want ze is nog niet klaar. Nee. En toen ging het broodje eten. Ja, broodje eten. Oude. Ja. Oké. Okay. Toen we lekker lijken op poep die smeerworst. Wat zeg jij? Is poep het smeerwoord lijkt wel op poep. Papa had smeerworst op jouw brood gedaan en dat leek wel op poep. Oh, zeg maar niet tegen papa. Papa heeft heel erg zijn best gedaan vanochtend om je een broodje te maken. Maar ik vind het wel lekker. Oh, ze vond het wel lekker. Ik heb er alle broodjes gegeten. Goed gedaan. En ook alles opgedronken? Je hebt alles bijna. Bijna allemaal. Nee, wel alles opgedronken. Ja. En ik heb 2 tomaatjes nog in mijn boterham. Oh. Het was te veel mee. Hartstikke goed gedaan, schatje. Ja. En toen ging ik naar huis. Oh, hartstikke fijn. Mooi verhaal. De land, hè? Ja, wat ik trouwens ook nog heb gedaan zo straks, is speelgoed opgeruimd. Want daar gaan we dit jaar ook weer wat voor het goede doel mee doen. Ja, liefie? Mag ik deze kroon? Ja, en met het opruimen heb je die kroon gevonden. Die was jij kwijt, hè? Ja, mag ik deze kroon bij de roosjes zo doen? Ja, dat is goed. Dan kan ik die opnemen. Ja, deze is heel mooi. Auw. Ja, vandaar alle dozen die daar staan. Boven staan nog meer dozen. Gaan jullie over een paar vlogs gaan jullie zien wat wij met het speelgoed gaan doen. Dit jaar voor het goede doel. En kijk eens wie hier onmisbaar aan mijn zijde staat. Die vandaag weer de boodschappen heeft gehaald. Oh, kom hier, poppeke. Kom hier, poppeke. En die met Luxie heeft gespeeld. En die de kinderen van school heeft gehaald. Die nog de boodschappen heeft gedaan. Heb je het gevlogd trouwens? Ja, dat is een rundehaak. En die nou gewoon hier staat te koken. Kleine macaroni. Oh, nou, dankjewel, papa.
dat je even wat taken overnam vandaag. Samen. Nou, we gaan hier nog even kijken, want Lucilla en Luxie die wilden dat slijmgebeuren wat ze van jullie hebben gekregen even uitproberen. Mama, Pip is, is Pip een prinsesje? Ja, ze hebben knallen. Oh. Oh ja, Pip. Pip is inderdaad net een prinsesje, hè? Oh. Ja, maar zullen we eens even gaan kijken, jongens, hoe dit moet? Want dit wilden de meisjes heel graag doen. En Luan, ja, die mag dit uitpakken. Dit is een soort spelletje, jongen. Het zijn drie verschillende soorten balletjes. Dit is een heel zacht sommanballetje. Wat betekent hier met deze zien? Pen hierop? Wat betekent Lightball, die geeft licht. Heel grappig ander balletje met een sliertje eraan. Ik denk dat Woes en Pip dit ook wel leuk vinden. En Luxie ook. Mooi, jongen. Zo gaat hij aan. Ja? Zo gaat hij uit. Een soort klein knopje. Kijk. Ik denk dat zo gaat hij uit. Leuk. Ja, en die ook, Luxie. Dat is ook een balletje. Het wordt slijm. Het moet slijm worden, ja. Maar het lijkt op een soort bruis iets. Oeh. Zie je dat? Oeh. Oh, wacht even. Ik denk dat we hebben hier weer een leuk boekje erbij. En een zakje. Het water doen. Kijk, het is een beetje een bruisballetje wordt het dan, hè? Of een bruisdingetje. Laat je nu? Oh, ja, dan moet je hem uit het water halen. Moet hem heel snel eruit halen. En in deze bak. In die bak. Ja, en dan moet je hem kruimelen. Oh, wat zit daarin dan? Wat zit dan? Oh, kijk dan. Oh, dat zit erin. Dan moet je hiermee gaan kruimelen. Dit? Ja. Beneden? Ja. Oh, dat ziet er wel heel erg mooi uit. Ja, en heel viezig. Ja. Heel viezig. Je moet het allemaal goed door elkaar gaan kneden. En als het goed is, moet je dan slijm krijgen. Ja, dit is ook een beetje slijm. Ja. Ja. Is nu aan het spelen. Ja. Dit is een beetje slijm. Ja, het gaat de goede kant op. Als je een bol nu hebt. Nu wordt het slijm, hè. Als je een bol hebt. Hè? Ja, zo. Nou, papa is lekker bezig met natuurlijk de gezonde groentjes. Lekker. Wat is Luan aan het doen? Kijk, dat is ook wat, hè. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat speelt hij in principe nooit mee. Dus ik denk, nou, die verkopen we voor het goede doel. Maar nu zegt hij, mam, je mag hem niet wegdoen. Nee. Ga je er toch wel mee spelen dan? Ik wil toch met Nerf spelen. Wil je er wel mee spelen dan? Ja, ik wil met Nerf spelen. Nee, niet op de kerstballen. Ah, oh, mijn voet. Auw. En niet op mijn voet. Boef. Kunnen we al bijna aan tafel, vader? Ja, aan tafel, hè. Lekker. Alle kleurtjes van de regenboog. Zie je dat? Dat ziet er lekker uit. Dit is de macaroni alle papa Bellinga. Lekker, hè? Smaakt al. Dan zeggen we hier een zegen deze spijzen. Vond je weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik gewoon op het belletje. En we zien jullie morgen weer. De nieuwe vlog. Doei. Tot morgen. Tot morgen. Doei doei. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee.